Richard, wat ga jij vandaag doen? Ik ga even sowieso deze shit upgraden, want deze crap is, die staat ook al echt een jaar. True. En anders krijgen we onze orso slom. Inderdaad, en Richard gaat volgens mij werken aan big reactors, tenminste poging tot, want we hebben een beetje weinig iron en zo. Ja, maar, dus eerst ga ik deze shit even fixen. Maar. Hoop, er is hoop, er is hoop. Want ik ga vandaag werken aan een auto-mining systeem. Hé, hey, dat was best positief. Maar ik moet allereerst een slaughterhouse gaan maken. Een slaughterhouse. Even kijken. Een slachthuis. Ik heb er echt fucking veel invoerspullen voor nodig. Oh wacht, ik heb er twee van die dingen nodig. 1, 2. Finn, je hebt wel goede dingen gedaan in deze series. Yep. Je bread farm is goed. Zie? Ik ben gewoon heel goed in bread farm. Eén van de enige dingen. Oh. Oh, kok. Oh. Wanen er eigenlijk ook slimes in? Waarin? In dat ding, ja. Even kijken, wat moest er nog meer hebben? Jammer genoeg niet zoveel. Nope, oké. Ik heb alles, behalve... Wat heb ik nog niet? Of heb ik alles al? Ik heb alles al. Holy shit. Bravo, bravo. Holy shit, slaughterhouse. Holy shit, dat ging best snel. Oh, shit. Even kijken, maar waarom moet ik deze... Wacht, ik ga gewoon wat bij het platform hebben. Wat is een slaughterhouse eigenlijk? Daar kunnen we monsters mee killen. Dus maar ook gewoon koeien en varkens en kippen en Richard. Het is gewoon precies hetzelfde als een grinder. Als een grinder. Ja, komt eigenlijk wel meer. Maar dan voor alles. Nee, dan... Ja, een grinder kilt ook koeien en zo, maar een slaughterhouse produceert pink slime. Dat hebben we nodig. Dus ik ga het platform een klein beetje uitbreiden. Kijk maar, ik ga hier gewoon die slaughterhouse neerzetten, want dat maakt verder ook niet heel veel uit. Even kijken, ik moet wel de goede kant op staan. Ik ga wel eentje verder. Even kijken, eentje deze kant, daar moet even gedraaid worden. Zo. Oké, even kijken. Het regent echt ziekelijk veel de laatste tijd. Holy shit, die dingen zijn duur. Welke dingen zijn duur? Die automatisch activator. Ja, weet ik. Dat kost een aantal diamonds en emeralds geloof ik en zo, hè. Ja, okay, ik denk ik maak er gewoon even chill. Even chill 1, hebben genoeg. Even. Hoeveel diamonds heb je eigenlijk? Ja, echt 21. Oh, echt? Ja. Ik let er eigenlijk nooit op. Normaal gesproken met series heb je echt ziekelijk veel diamonds nodig, maar hier valt reuze mee. Gebruik jij dat ding nog? Ja, dus... ja ik gebruik hem nu. Oké, wacht. Pak hem eventjes gewoon. Even dan, zo. Oké, dan ga ik even een aantal kipjes in elkaar zetten. Kip. Dit zijn 7 kippen. En dit zijn nog eens 7 kippen. En dit zijn niet nog eens kip. Oké, ik heb 14 kippen. Oké, ik maak wel 2 portable tanks. 1, yes. 2. Zo. Oké, nu met fluid decks. Maar loop je dan even mee of niet? Nou, ik kom eraan. Wacht, heel even dit ding afmaken. Succes. Dank je. Zo. Mooi. Dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we eens even kijken. Want even kijken hoor, want hij gaat 2 soorten liquid zeg maar produceren. Mm. Dat ding produceert en liquid meat en purple slime. Of pink slime. Liquid meat. Klinkt zalig. Kijk, als ik het dan eventjes zo doe. Gaat hierin input, ja oké. Dan gaan we eventjes hier wat kipjes neerzetten zo. Hier. Kunnen we dan niet gewoon kippen spannen met dit ding? Mobbessen. Ja, dat kunnen we zo meteen wel doen. We kunnen uiteindelijk automatiseren, maar even kijken of het nu allemaal goed gaat. Even kijken, zit er nu meat in? Ja, kijk, hier zit nu liquid meat in. Dat kan je een beetje moeilijk zien, maar... Er zit liquid meat in, even kijken. Maar dan moeten we even heel veel kippen gaan spannen. Waar kan je dat liquid meat van dan voor gebruiken? Ja, dan kan je met een meat packager kan je er voedsel van maken, maar dat is niet heel goed of zo. Het gaat vooral meer om de andere dingen. Holy shit, hij is op een fucking rampage. Ja. Maar want er zit wel zo'n slot in onderin. Oh. Nee, misschien dit. Volgens mij kan ik hem maken. Ja, ik heb een outspanner. Ik heb hem al. Nice. Oh joh, we komen nu echt op een moment dat we alles heel snel kunnen craften. Eerst ja, weet ik. Een eeuw. Dat had ik ook met al die andere dingen. Dat was gewoon chill. Zo, craft. Nu gaat het denk ik vaak snel. Ik moet sowieso nog even wachten, dus ik ga gewoon met jou meelopen. Even kijken, ik ga voor de zekerheid wel eventjes het platform misschien wat breder maken. Nou, ik weet fuck dat. We gaan eerst even kijken of het werkt. Even kijken, ik vraag me af of je hem gewoon erop kan gooien. Of je nou meteen op gaat vullen. Waarschijnlijk niet. Nou, dat zal wel niet werken. Oké, dan moet je even anders doen. Dan doe ik het wel zo. Welke, de drum? Ja. Bij mij geeft hij de texture niet weer, bij jou wel? Nee, ook niet. Oh, nice. Moeten we een Premax server opzetten? Waarschijnlijk wel. Oké, nou even kijken. Premax server erop en dan moet hij het wel doen, denk ik. Hop. En dan rest je uit. En ja, gaat er nu in. Als het goed is. Ja, het zit erin. Oké, even kijken. Dit wordt nog best tricky, denk ik. Want dat wordt nu allemaal best wel op elkaar opgepropt. Maar ja, we gaan het zien. Heb jij een safari net? Beter even een safari net reusable. Had jij het toch gemaakt? Oh ja, die had ik gemaakt, hè.
Dat gaan we zien. Het is wel mooi dat het echt uit fucking Finnair komt, die Mob Peasants. Yep, inderdaad. Die tekst is dik geklitst. Oké, dat is goed. Ze spannen ernaast. Echt? Ja. Okay, viel er net en naar beneden. Zet hem maar uit. Anders verneukt hij alleen maar fucking Mob Peasants. Daar spannen ze ook. Holy shit, ze spannen best wel ver. Oké. Ik zet hem even uit inderdaad. Ze spannen in een 7x7, hè, Quinn. Maar in ieder geval, we moeten nu even wachten tot er Pink Slime in komt. En dat kan soms even duren. Ja, maar het moet natuurlijk niet in die pipes komen, hè, want dan kan je het er niet meer uithalen. Jawel, want ik heb nog een tank. Daar wacht ik juist op. Oh. Want als er Pink Slime komt, dan blijft het in de buizen zitten. Dat is juist de bedoeling. Alleen, dan moet het er wel in komen, alleen het gebeurt nog niet. Ik hou van deze mooie texture hiervan. Ik ook, man. Die texture is wel mooi. We hebben dan echt ziekelijk veel mob-passions. En waarschijnlijk zijn die tanks hier ook weer helemaal gevuld met mob-passions. Nee, die pijpen zitten vol. Oh, die pijpen zitten vol. Ja, oh, dat kan ook. Maar jongens, kom op. Ik heb eventjes dat nodig. Hup, hup. Oh, pink slime. Oh. Oh. Kijk maar. Zet nu pink slime erbij. En doen we hatsenflats. En dan hebben we pink slime. Nice. Oké, nu moeten we 1 bucket waarde hebben. Dus dat duurt nog even. Maar ja, ik bedoel, we hoeven er verder ook niet meer echt op te letten. Want nu gaat alles dus, automatisch. Ja, maar je kan ook deze pijpen heel lelijk hier naartoe doen. Dat maakt niet uit. Nee, maar dit is mooi. Oh ja, dit is mooi. Nu lijkt het net een oud spannen met een schoorsteen. Dit is mode, die shirt. Oké, nu ga ik proberen die tank los te koppelen zonder dat hij in de void valt. Oh. Oh, vangen. Ja, ik heb hem. Oké, nu gaat daar weer in. What the fuck? Als je natural gas in een vat doet en daar glas in doet, dan krijg je er plastic uit. Oh, holy shit, holy shit. Oh, we hebben bijna genoeg pink slime. Dus er is nog 1 lading. Brrr. Nog 1 lading. Oké, nu is het wel genoeg met rare geluiden. Oké, even kijken. Ik moet nog heel veel wachten. Hoeveel heb je? Er is echt in 1 keer fucking veel bijgekomen. Oh ja, inderdaad. Hoppakee. Kijk, Richard, dit wordt leuk. Wacht, ga niet. Kom eens. Even niet te risky voor de biscuit daar bovenop. Wat is er hier? Wacht. Ik ben er bijna. Kijk. Dat doen we gewoon zo. Zo, kijk. We hebben een gaatje. En dan doen we dit in. Hop. Wat als je erin gaat? Niks. Je moet wachten. Oh, ik schokte me dood, man. Jij mag hem wel killen. Oh, en is hij dood. Hebben we pink slime al? Nee, zeker. Nee. Oh, het zal niet. Nou, dan moet je het nog een keer doen. Lekker normaal. Maar zo werkt het dus. Ik heb bijna een missie voltooid. Bijna. Oké, meatpacker. Want als ik zo meteen die pink slime al shit heb, dan kunnen we weer claimen. En je weet... Kan je voor mij claimen, Quinn? Ja hoor, wacht voor. Het is een B-missie. Kan je 16 Alfreys claimen? In plaats van... Je kan kiezen tussen 16 Alfreys en hoe heet zo'n zak ding ook weer? 16 Alfreys zijn veel beter dan een zak. Wacht, waar kan... Waar, ik, oh, hier. Ja. Ik kies een zak. Nee! Zo, ik heb een zak. Holy shit, waarom vlieg je? Hey man. Thanks. Kijken, nou ik ben wel klaar. Oké, ik moet even die meatpacker daar neer gaan zetten, want het systeem loopt zo meteen een beetje vast. Waarschijnlijk is het alweer vastgelopen, want dat liquid meat krijg je echt veel sneller dan dat andere. Even kijken, als ik het dan zo doe, als ik dan via de onderkant output, dus dat moet dan hier. Dan moet ik het soms gewoon even, dan moet ik alleen het systeem soms even omwisselen. Maar als ik hem dan hier op output zet, dan moet het daarin gaan. Dus output, kijk, hoppakee, al het meat gaat hierin. Hoppalakee. Hoppalakee, man. Kijken. Doe dat maar weer niet, Quinn. Oké, ik heb nog wat energy condens nodig. En dan moet het werken als het goed is. En dan hebben we meer voedsel erbij. Geen idee of we daarin hebben, maar we hebben meer voedsel erbij. Even kijken. Nog meer. Ja, nog meer. Dat brood werkt best wel goed. Hoeveel hebben we al? 45. Oké, nou kijk. Dan moet het even hier zo doen. En dan hebben we heel veel voedsel. Nog meer voedsel. Heel veel voedsel. Lekker voedsel, lekker normaal. En die texture van die tank lag gewoon epic van die drum. Ja man. Beste texture ooit. HD. Yep. Okay. Betere graphics dan wat dan ook. Dan moet het ergens aan... Ik weet niet aan welke kant het eruit vliegt. Het moet aan enkele kant eruit vliegen, maar ik weet niet uit welke. Even kijken. Waarschijnlijk is nu al meat verzameld. Tenminste gemaakt. Ik weet alleen niet van welke kant eruit komt. Geen flauw idee. Ik zie je boot is er nog steeds. Oh, het zit erin. Raw meat ingot. Nice. Kijk, als deze raw meat ingots dan gewoon gaan... smelten. Oh, we kunnen er ook andere recepten mee maken, maar je kan het ook gewoon smelten. Oké. Ja. Ik heb een uitbreiding gedaan aan Little China. Oh, hij heeft hier allemaal alfie hebben gemaakt. Bijenversie China. Ik moet ze wel alleen nog wel aansluiten, maar...
Ziet er wel naar uit. Zijn dure dingen. Maar weet je wat ik nog wel het mooiste vind van ons platform? Nou. Cobblestone achter de Netherportal. Ja, dit is heilig. Welke missies zijn we klaar? Iceberg. Iceberg, waar is dat van? Van die laatste opdracht. Voor de hoarding. Voor de hoarding. Oh hier, ik zie het al. Oh, reward back. Waarschijnlijk wel een goede, of niet? Ik heb een epic reward back, dat is de rechter. Oké, ik ook. Nou, dit wordt wat epic. Oh, het is al best goed volgens mij. Een Emmy 64K fluid storage. Echt? Ja. Mag ik die? Wat heb jij? Ik heb iets voor jou. Nou, jij hebt iets voor mij en ik heb iets voor jou. Ah, dit is zo goed van ons allemaal. Ah, Rune of Sacrifice, die heb ik hier. Jammer geen Rune. Jammer dat geen Rune of Self-Sacrifice. Maar wat? Ik weet niet of je dat nodig hebt. Dat kan er wel bij op zich. Moet ik alleen dit even vervangen hier. 1, 2, 3. Pas precies. 1, 2, 3. We zouden nu alle onze fluids hierin kunnen bewaren, zoals lava en zo. Zullen we dat doen? Kunnen we wel doen. Nee, maar ik ging net dus testen eventjes in de singleplayer wereld. En ik killde dus een aantal van die slam met een pickaxe en je krijgt niks. En ik killde ze allemaal met vuisten en je krijgt het meteen. Dus volgens mij moet je gewoon met vuisten. Maar ik weet niet of het nou een bug is of dat het expres zo gedaan is. Maar als het expres gedaan is, is het best wel vreemd. Ja, hier, nu krijg ik wel. Dan voel ik, nou maakt niet uit, ik heb pink slime op. Nice! Oké, dan kan ik nu beginnen aan dat auto-mining. En dan kunnen we zo meteen gaan claimen. Even kijken, deze had ik al gemaakt, die glowstone illuminators. Dus misschien heb ik alles al. Holy shit, dat ging hard. Kijk, dat moet altijd gebeuren. Kijk, wat heb ik nou? Ik heb nu een laser drill precharger. Ook een laser drill. Bam. En wat heb ik hier te weinig voor? Een plastic sheet te weinig. Nou, dat is ook niet echt een ramp. Oké, ik kan nu die laser drill gaan maken. En dan ben ik klaar. Dan kan ik gaan claimen. Hop. Richard! Vu! Dat was echt een douchebag actie. Ik weet het. Richard heeft weer lol hoor, jongens. Jongen. Oké, we kunnen claimen. Bam. Oké, heb ik hem nou? Nee, ik heb geen inventory. Hè? Wat deed hij dan niet? Owned. Ja, blijkt. Waarschijnlijk stack dat niet. Dan heb ik niet genoeg inventory. Het zal niet. Dan moet ik even hier gooien. Moeilijke situatie. Ja, inderdaad. Oké, claim reward. Hop, reward. Welke reward back? Oh, epic reward back. Oké, alsjeblieft. Iets goed. Welke was epic? Holy shit. Holy. Quinn, welke was epic? De linker, maar volgens mij zijn ze alle twee gewoon epic. Oh, ik heb kijk. Ja, welke is het? Heel powered. Oké, holy shit, dat is nice. Ik heb een laser focus brown. Als we die zeg maar in de laser drill gooien, zo meteen in de setup, dan vindt hij meer iron. Nice. Alleen de helft van Marie wordt ligt nog beneden in de fucking jouw kamer daar. In Bufu, Egypt. Holy shit, oké, ik heb ook... Hoeveel levens hebben we eigenlijk inmiddels? Best wel veel. 64. 65 gemiddeld. Wow, we hebben ook... Wow, ik heb echt elke laser foci ooit. Ik heb er echt 6. Nice. Hoeveel heb jij er gekregen? Ja, ik heb er ook 6. Even in deze chest doen. Welke chest doe jij? Ja, ik... ik ga ze dus op de wel. Wat krijg ik van de epic? We zullen zien. En? Dat klinkt niet goed. Nee, het is nog best goed. Wat is het? Een hammer. Een Manillion hammer. Oh, de beste die er is. Van waar dat geluid? Weet ik niet. Ik dacht even kijken wat jij gaat zeggen. Ik heb trouwens ook nog iets gekregen, dat mag jij wel hebben. Alsjeblieft. Pik, dan gaat het weer kapot. Oh shit. Kan ik hem even hier naartoe leiden? Ja, dat kan, maar laat sowieso deze bedrading zo. Dan heb je er eentje meer. Even kijken hoor. Hier, Quinn. Er ligt daar nog één ding. Dan maken we wel even daar naartoe, want ik ga hier even je setup maken van het van die auto mining systeem, weet je wel. Oké, maar laat, hoe heet het hier? Die... Dus ik moet er eventjes zo bij komen. Want er moet gewoon een void in wijzen, dat werkt denk ik ook. Hoop ik tenminste. Even kijken. Dan gaan we allereerst hier de laser drill zetten. Oh, ik hoor hier een ijskoman. Oh, ijskoman. Oh. Even kijken, maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Even kijken. Oh ja, Quinn, weet je hoe je toast moet maken? Ja, brood gewoon. Oké, maar ik kan het nu afmaken. Maar kijk, moet je hier onder het platform kijken? Waarschijnlijk kan je dat niet. Nee, laat maar. Een hele straal die gaat helemaal naar beneden de void in. Dus ik hoop dat het zo werkt.
En anders zou ik niet weten hoe het anders werkt. Oké, even kijken hoor. Ik moet eventjes die andere erbij pakken. Laser op pre-charger. Die moet energie hebben namelijk. En die moet dan hier komen. Hop, draaien die handel. Hop, hop. Nice, die werkt. En dan gaan we hem boven energie geven. En dan werkt die. Nice. Okay, helemaal trots. Helemaal. We hadden net van die dingen gekregen, toch? Waar heb je die gelaten? Van die... Je weet wat ik bedoel. Weet je wel, die laser focus dingen. Wacht, ik moet bijna. Ja, die heb je in de chest gelaten. Ja, welke van de 500? Allemaal. Oh, het zal niet. Oké, ik heb ze al. Oké, dan ga ik ze alle 6 erin gooien. Want bruin, dat zeg maar... Dat vermindert de iron productie. Ik hier ook naar beneden? Ja, ja, ik hou er mee. What the fuck is dat voor straal? Zo, hoppakee. We hebben dik voor iron zo meteen. Moet alleen even een chest erbovenop maken. En dan zijn we helemaal ready. Ready, steady, iron. Holy shit, je moet niet in die straal staan. Dat zeg ik net, dan vlieg je in de fik. Oh, je gaat alleen maar bruin erin. Goed gedaan, Quinn. Ja, het vermeert alleen de kans. Je krijgt ook nog wat andere ores, maar de kans dat je nu iron krijgt is 10 keer groter. Maak even een dingetje naar beneden, tot we erheen kunnen. Alleen het probleem is, hij gebruikt best wel fucking veel energie. Dus het is, kijk, je kan zeg maar 4 van hier laser drill pre-charges maken. En dan gaat het best wel snel. Alleen het kost echt ontiegelijk veel energie en dat zeg gewoon om te janken. Oké, okay, hij gaat nu output zo'n beetje. En het is iron, verrassend. Oké, okay, nou, lekker iron productie hier zo. Als het nu geen iron is, dan snap ik hem niet meer. Nou, doe even één blokje hier, dan laten we gewoon een trappetje kunnen hier naar beneden. Okay. Oh. Niet mooi, maar boeien. Dat was eigenlijk de opdracht. Want je kon nog verder trouwens hè, bij dit auto minen. Raw ores, the lord of hell has brought some... Oh, nice. Ik moet gewoon eventjes wat nether ores gaan verzamelen. Maar dat is niet zo moeilijk. Wacht, zal ik eens kijken wat het gaat werken? Want volgens mij heb ik best een goede pickaxe. Die kan al mining level Ardite. Dus als ik deze even ga verbeteren, hebben we nog Alumite? Waarschijnlijk niet. We hebben al die 32 redstone nether ore, hè? Wat? Redstone nether ore hebben we al. Ja, daar zijn een aantal van nodig. Ja, ik heb ze ingeleverd. Daar hadden we echt wel veel genoeg van. Nice. Oké, even kijken. Hoeveel hebben we nu? Wat is een ender quarry? Nou, we moeten sowieso even Ardite hebben en kobold hebben. Dus ik heb nog 10 minuten flight. Ik ga nu naar de nether toe. Ik neem wel even een fly potion mee voor de zekerheid om terug te komen. 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar. Ah, oké, ik heb de hammer van Richard en Glacius. Holy shit, ja, hij kan wel. Ja, hier moet het wel mee lukken, denk ik, al die oors verzamelen. Want we moeten echt ontiegelijk veel oors verzamelen. Vissa is hier. Oké, okay. Nether iron ore, nether copper ore, nether gold ore, nether lapis ore, ardite ore, kobold ore. Maar we krijgen het mooie is dat we echt gewoon geen kut terugkrijgen. Richard. Ja. Ik heb goed nieuws. En ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik ben klaar met mine en we kunnen claimen. Het slechte nieuws is, ik kom terug naar huis en kan je weer irriteren. Oké, even kijken hoor, waar moet ik helemaal heen? Ik was ook nog dood gegaan. Dat was een beetje een glitch. En dat was leuk, opeens viel ik uit de lucht dood, what the fuck. Ik snap er nog steeds niks van. Maakt niet uit, we hebben in ieder geval wat we willen. Nu kunnen we gaan claimen. Mooie situatie. Ja, dan kunnen we nu de laatste opdracht alweer van dat rijtje, zeg maar, van opdrachten. Maar ik ga eventjes terug naar Overworld voordat ik ga claimen. Want ik zie nog wel gebeuren dat ik claimen dat ik dan dood ga hier. Super nuttig. Vindt het hard van claimen? Ja, echt jongen. Dit was echt pokkenwerk. Oké, ik ga veilig binnen staan en dan ga ik claimen. Wacht, kijk wat kan weg. Dat ga ik hier in de chest gooien. Even kijken. Dit neem ik wel mee. Dit kan weg. Dit kan weg. Toch genoeg van. Ik heb info armor van Thermal Expansion met Unbreaking 1 opeens in mijn inventory. Geen idee hoe ik daar aankom. Maakt niet uit. Oké, we gaan claimen. Toch Richard. Goed. Ja, reward back. Claim. Ben je dan al bij het huis? Nee, ik ben nog in de, bij het andere huis, zeg maar. En bam. Oh, ik heb een boek. Met wat erop? Met efficiency 3. Nou. Oké, even kijken wat ik als laatste opdracht moet doen. Even kijken. Want kijk, er staat nu ook Metallic Collection 1. Even kijken. Holy shit, ik krijg 4 hartjes voor. Dat valt reuze mee. Oh, dat valt niet mee. Oh. Zie je het of niet? Welke had jij gewoon genomen? Welke reward pack? De rechter volgens mij. En wat had je voor reward pack? Weet ik niet meer. Kijk, druk me gewoon. Boeit me niet. Jongen. Richard, de volgende opdracht is echt hel. Ik dacht, oh, een blok of gold, blok of iron en zo. Maar ja, dan heb je er zeker 100 nodig. Ja, 64 blocks of gold, 64 blocks of iron, 64 blocks of copper, 16 bronze. Het is nog mogelijk. Ja, inderdaad. In een volgend leven misschien. Richard is in de tussentijd druk bezig geweest met het verfijnen van ons energiesysteem, geloof ik. Of niet? Je hebt heel veel energie ook toch gemaakt?
Ja, en ik heb dit ook even... Ik had geen zin meer om hierheen te lopen, dus ik had alles naar ons toe laten komen. Ik heb wel gedaan tot ze alle bogen hebben weggegooid. Ja, dat is goed, joh. Oké, maar in ieder geval, dit is dus geautomatiseerd. Kijk hoe het met de pink slime staat. Die heb ik ook even wat veranderd. Deze heb ik ook geautomatiseerd. Oké, nou, maakt het verder niet uit. We hebben niet echt meer pink slimes nodig. Oké, nice. En nu nog even energie laten zien. Even kijken, die heeft ook helemaal aangepast. En tussen dat ik weg was, dan moet ik echt... ik ben 1/2 uur tot 3 kwartier bezig geweest met mine, of niet? Nee, 2 minuten. Nee, ik denk echt 3 kwartier, want ik heb 2 potions van 20 minuten leeg gedronken. En ik had er niet eens genoeg gaan. Moet je kijken, holy shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Nu gaat, nu gaat het mining... Nu kan hij gewoon 100.000 RF per tik gewoon fokken. Hier, ja, kijk inderdaad. Deze, hoeveel hij nu al heeft. Hier. Nice. Oh. Iron. Dat is wel nice. Hey, nether iron hoor. Ik ga gewoon de rest van de oors hier ook in. Oh, dat kunnen we pulverizen. Dat kunnen we dik pulverizen. Waar staat dat? Oh, hier. Hoppakee. Krijg je echt 1 miljoen diamanten van. Ja, volgens mij 6 of zo per blok. Dat is wel nice. Even kijken, pulverizer. Ah. Even kijken. Is er ook nog hier een pulverizer die niet vol zit? Ook al hebben we er maar 1, maar het maakt niet uit. Even kijken, zo. En dan diamonds. Ja, 4 per diamond blok. Nou, is op zich ook wel goed. Oké, maar Richard, we zijn aan het einde gekomen van de episode. Yep. Altijd weer zo'n emotioneel moment van de dag. Oké, doe maar niet. Oké, dan niet. Oké, maar wat ga jij in de volgende episode doen, denk je? Ik denk verder waar ik mee bezig was. Dat lijkt me een goed antwoord. Oh, ik heb weer de boel gesloopt. Nou, ik weet wel wat jij moet doen. Nou, vertel eens, jongen. Kut, ik kom hier niet meer uit. Echt wel, zie ik, help je. Oh, ik heb problem. Oh, sloop je ook nog de boel, dan verdien je nog een ram. Hop! Oh, hij gaat naar zijn favoriete spot. De G-spot. Wat is hij nou? Tussen de hekjes, hij staat naast je. Oh, hier. Nou, in ieder geval, hij doet het weer en daar gaat het om. Maar wat moet hij doen volgende episode, Richard? Moet deze eentje hoger maken. Dat is interessant. Nee, even kijken. Ik ga in de volgende episode ga ik Hell's Kitchen een beetje automatiseren. Oh ja, dat ging je doen. Hey! Maar je moet die ook eentje hoger maken. Hey! Oké, maar bedankt voor het kijken naar deze episode van The Agrarian Skies. En hopelijk kunnen we lekker veel likes halen. En er staat een slaan dat te springen van opwinding. Kijk maar. En nu Richard ook. En ook een schaap. Oh, wacht. Ik heb nog een epic reward pack. Nou. Oh, oké. Nou, doe maar. En? Ah, dat is voor jou. Oh, voor mij? Oh, een golem. Nice, telegolem. Die is best goed. Quinn, we hebben eindelijk iets. Kom eens hier. Wat is er? Wat hebben we? Oh, Richard's hoofd. Want Richard ging dood. De eerste keer dat ik dood ben gegaan. Ja. En daar is nog één. Okay, nou in ieder geval... Allemaal Quinn. Bedankt voor het kijken deze episode. En Richard gaat mij weer kleineren zoals gewoonlijk. En tot de volgende keer bij meer Agrarian Skies. Doei!